Sander Fiesje, de wedstrijd is 70 minuten onderweg. Dan wordt er een overtreding door Ajax gemaakt. Jullie krijgen een vrije trap mee. Wat gebeurt er dan? We lopen er eigenlijk op af omdat het een vrij grove overtreding was met een aardere snelheid en een gestrekt been. Daarna krijg ik geel voor mekkeren. Daarna heb ik nog een opmerking en krijg ik eigenlijk nog een gele kaart. Wat zei je dan? Dat ik het grote klasse vond om een gestrekt been los van de grond hetzelfde te bestraffen als mekkeren. Maar jij bent ook, jij bent aanvoerder, je bent de meest ervaren speler denk ik van Excelsior. Je weet dat als je dan blijft praten, dat je dan solliciteert naar die tweede. Nee, dat klopt. Dus dat mag ik mezelf aanrekenen. Schaam je daarvoor? Ik vond het persoonlijk vrij overdreven. Maar goed, hij staat in zijn recht. Ik had dat denk ik anders staan. Aan de andere kant, hij staat in zijn recht. Ik had dat niet moeten doen. Daar baal ik erg van, ja. Wat gebeurt er dan als je daarop terugdenkt? Hè? Op zo'n moment dat je inderdaad, je krijgt een gele kaart. Je weet dat hij dan een waarschuwing geeft. Je ging klappen. Toen waarschuwde hij je volgens mij nog. Nee. Daarop gaf hij mijn kaart. Dus op dat moment dat ik dat zei en een klappende beweging maakte, daar gaf hij me. Hoeveel is er dan, je bent aanvoerder, hè? Je probeert als Excelsior die wedstrijd dan nog een beetje vlot te trekken. Dan weet je eigenlijk ook, dit wordt een verloren wedstrijd. Nee, tuurlijk, daar dupeer ik mijn ploeg mee en dat mag mij niet overkomen. Wat wordt er na de wedstrijd dan nog tegen je gezegd? De trainers, spelers? Ik zag Haspelat nog, die liep nog wat te snauwen naar je. Nee, nou ja, goed, wat je zegt, dat mag mij gewoon niet overkomen en ik dupeer je been bij ploeg. En los van, we kunnen er allemaal wat van vinden. Dat maakt niet uit, maar ik mag dat gewoon nooit doen. Hoe groot is die frustratie nu nog na de wedstrijd? Nee, tuurlijk. Ik baal van hoe dat gelopen is. En hoe het moment dat ik eigenlijk natuurlijk die tweede gele kaart krijg. En dat is zeer sneu. Dat had natuurlijk niet gehoeven. Dat mag ik mezelf aanrekenen. Als we terugkijken op deze wedstrijd, hè, waarbij Excelsior nou een belabberde eerste helft aflevert. Dan denk je de tweede helft, er wordt gewisseld. Er komen gelijk wat kansen. Dan denk je, nou, misschien kan het nog wel, maar het zat er ook niet in vandaag. Ja, nou ja, goed. Je geeft de goals weer te makkelijk weg eigenlijk uit een standaard. En de tweede een moment, volgens mij met een luchtje van buitenspel. Ik heb hem nog niet terug kunnen zien, maar... Luigi verlengt die bal, maar het moment daarvoor komt hij van een Ajax-been. En toen was hij al buitenspel. Dus ik weet niet precies hoe dan de regels zijn. Maar voor mij hou je nog voordeel uit je buitenspelpositie. Dus, de vlag ging ook omhoog. Ja, de vlag en weer omlaag. Ging omhoog en toen omlaag. Dus, maar goed, dan sta je 2-0 achter. En dan op het moment dat dan ook nog ik met twee keer geel eraf moet. Dan kan je natuurlijk wel zeggen dat... Dat het allemaal verkeerd valt en dat gewoon niet goed is. Komt het dat het vandaag in geen velden of wegen eigenlijk loopt bij Excelsior? Dat moeten we even goed analyseren. Maar laten we eerlijk zijn, we hebben gewoon sowieso in de eerste helft te weinig gebracht aan de bal. Op een gegeven moment in de fase gingen we wel iets meer, laten we zeggen, drukken. Of in ieder geval iets meer controle hadden we en wilden we iets meer aanvallen. Op dat moment kwamen we ook wel voorzetten. Ik moet zeggen, die keeper die was wel aardig bij de ballen, bij de voorzetten. Maar eigenlijk door aantal breedteballen spelen we eigenlijk hun weer in de kaart door te gaan door de counters. En dan moet je weer achteruit, terwijl we eigenlijk aan de bal zijn en op hun helft spelen. Goed, voor de rest, de tweede helft begin je eigenlijk goed. En daarna heb ik het moeilijk kunnen zien hier half achter de kuit. Het was niet op tv. Moet ik zeggen, ik had ook vaak het idee bij Excelsior dat als de bal over werd genomen, dat er eigenlijk geen idee was wat er met die bal gedaan moest worden. Hoe kijk jij daarnaar? Nou ja, er is gewoon te weinig initiatief aan de bal. En dat betekent mensen zelf met de bal, maar ook mensen die de bal hebben opties geven. En dat is gewoon te weinig. En dat moet gewoon beter. Is dat iets wat makkelijk trainbaar is? Of misschien in de voorbereiding met de analyses of tactieken, noem het maar op? Nee, maar daar werk je altijd aan. Tuurlijk werk je daaraan, daar werken we hard aan. Alleen goed, op dit moment is dat niet goed genoeg.